Zo, goedemorgen. Weer bij weer een nieuwe Facebook Live van de Coaching Club. En vandaag gaan we praten over intrinsieke motivatie. Wat is dat? Hoe zorg je dat dat zichtbaar is, bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek? En daarvoor hebben we vandaag een van onze members bereid gevonden om daarover te praten. En dat is Yvonne van der Ziel van Expertise. En ik haal Yvonne daar gelijk. Ja, daar ben je. Je bent live, Yvonne. Welkom. Hi, goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Heel leuk om erbij te zijn, om dit te doen. Ja, nou ja, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. En wat mij betreft, wij hebben samen bij L'Oréal gewerkt. Hè? Hoe lang geleden is dat inmiddels? Nou, ik ben 12 jaar voor mezelf, dus langer dan 12 jaar alweer geleden. Ja, dus, dus een jaar of 12, om maar zo te zeggen, geleden was jij een van de HR-dames bij L'Oréal. En deed jij eigenlijk een groot deel ook van de voorselectie voor de sollicitanten die ik vaak ook langs kreeg. En was je heel druk met opleidingen en zo. Dus wat mij betreft ben jij de persoon om te praten over intrinsieke motivatie. Als het gaat over het zoeken van een baan en het laten zien dat je gemotiveerd bent. Maar hoe is dat bij jou eigenlijk zo gekomen? Waarom is dit iets wat jou zo interesseert? En dan bedoel je ook specifiek het onderwerp motivatie? Ja. Ja, omdat je gewoon niet zonder motivatie kan eigenlijk. Voor verandering heb je motivatie nodig. En ook om een nieuwe baan te krijgen heb je gewoon motivatie nodig. Je kan zulke mooie... opleidingen en werkervaring hebben. Maar als jij je motivatie niet weet over te brengen, ja, dan krijg je alsnog die baan niet. Ja. Dus dat is, weet je, ik heb het zelf ook natuurlijk ervaren, ook als zelfstandige, dat je denkt, oh, die opdracht die wil ik hebben, en dat zou ik kunnen. Maar als jij op dat moment het niet weet over te brengen aan de ander, ja, dan krijg je ook de opdracht niet. Nee, logisch op zich natuurlijk ook, want dat moet toonbaar zijn. Hey, ja. En we hebben het vandaag specifiek over intrinsieke motivatie. En even voor de mensen die kijken, wat betekent dat eigenlijk precies? Intrinsieke motivatie betekent echt jouw motivatie van binnenuit eigenlijk zelfs. Ook als jij bijvoorbeeld denkt, ik wil gaan afvallen of ik wil gaan sporten. Als jij niet echt zelf helemaal die motivatie van binnen voelt om dat op te gaan pakken, ja, dan ga je het ook niet doen. En dat is wat we dus ook echt die intrinsieke motivatie noemen. Die echt jouw innerlijke drijfveer bijna om het te gaan doen. En is dat iets wat er dan al is of moet je dat cultiveren? Weet je, hoe werkt dat? Soms moet je het misschien wel echt cultiveren. Weet je, ik denk dat je het ook allemaal wel herkent dat je wel eens geen zin hebt om op te staan. 'S morgens. En dan kun je jezelf eigenlijk die schop onder je kont geven. Of je partner. Of iemand anders kan je ook even die schop onder je kont geven. En dan, huppakee, dan ga je er wel weer uit. Maar echt... Dat is extrinsieke motivatie, of niet? Dat is extrinsieke motivatie. Ja, dat is meer van huppakee, we gaan er weer voor. Maar die intrinsieke, ja, dat is wel echt iets wat je zelf moet voelen. Dat moet je eigenlijk echt gewoon zelf doen. Ja. En dan zal je soms bij jezelf echt even moeten aanwakkeren als je eigenlijk geen zin hebt. Je zal echt het nut moeten voelen om het te gaan doen. En krijg jij veel mensen in jouw coachpraktijk die dus eigenlijk moeite hebben om die intrinsieke motivatie met betrekking tot werk dan te vinden? Soms wel. En dat heeft er ook wel mee te maken dat mensen dan niet echt weten wat ze willen. Of niet echt toe durven te geven wat zij heel graag qua werk willen doen. Weet je, zeker als je je baan verliest bij een bedrijf. Dan heb je natuurlijk ook dat je moet solliciteren, omdat je ook een uitkering hebt. Dus dan heb je ook die sollicitatieplicht, waardoor je ook soms solliciteert op functies waarvan je denkt, wil ik die wel echt? Weet je, als je dan
daar ook mee bezig bent, raak je ook wel eens een keer een beetje je motivatie kwijt. Dus dan moet je echt weer zoeken van wat wil ik nou echt heel graag qua werk doen. Ja. En je gaf net, vertelde je van dat sommige mensen niet durven toe te geven wat ze willen doen. Wat bedoel je daar precies mee? Weet je, je kunt nadenken van nou, ik heb dit werk al gedaan. Dus dit werk, dat kan ik. Dus ik vind het verstandig, ook omdat ik ook een inkomen nodig heb, bijvoorbeeld. Of wat niet bijvoorbeeld, dat is gewoon heel logisch. Dus ik ga op zulk soort functies, blijf ik solliciteren. Terwijl je misschien echt wel diep van binnen denkt, oh, ik zou heel wat anders willen doen. Dat onderzoeken, hè, wat datgene is wat je echt heel graag zou willen doen en of daar mogelijkheden voor zijn, ja, dat kan zorgen ook voor dat stukje extra intrinsieke motivatie. Heb ik een andere vraag? Zit ik nu te denken? Ja, ja, zeker, zeker. En als je zegt van die zoektocht, hè, is dat iets wat je zelf kan doen? Of hoe werkt dat? Want de meeste mensen die, hè, als je jong bent, heb je van die jongensdromen, meisjesdromen van, als ik later groot ben, wil ik dit. Ja. Ik wou modeontwerper trouwens worden. En ja, arts. Ook gecombineerd. Ja. Ja. Maar toen halverwege op een gegeven moment dacht ik van al dat bloed en zo en dat snijden, dat is niet mijn ding. Ja. En dat modeontwerpen vond ik toch ook niet helemaal. Maar ik ben wel uiteindelijk in een creatief vak gekomen. Maar is dat dan dat ik ergens, heb ik dan die intrinsieke motivatie als ik dan heel jong ben? Of ben ik hem verloren? Of is wat ik nu doe? Wanneer weet je of je goed zit? Wanneer wist jij dat je goed zat? Nou, ik merk dat. Ik merk sowieso dat ik zelf iemand ben die afwisseling leuk vindt. Dus ik zal nooit de rest van mijn leven hetzelfde blijven doen. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Afwisseling. En ik had gisteren toevallig een live training voor een van de trainingen van de coachingclub. En toen zei ik ook, hey, grappig, het lijkt alsof ik elke 10 jaar bijna iets anders doe. Alsof 10 jaar mijn cycle is dat ik weer toe ben aan iets anders. En qua werk dan, moet ik gelijk er wel bij zeggen. Ik zit net te denken, ik ben 11 jaar samen met Ferry. Dat is niet de bedoeling. Maar en ik merk dat het klopt wat ik doe als ik iets, als ik er heel veel zin in heb, maar als het ook als het een beetje vanzelf gaat of zo. Als er, ik weet niet, alsof je in een flow zit en dan denkt, wow, this is me, dit vind ik leuk. Zoals bijvoorbeeld kom ik dan weer de laatste tijd achter. En dat is niet iets wat ik eerder heb gedaan. Ik vind trainingen geven dus heel leuk. Ja, en is dat dan mijn intrinsieke motivatie? Of is dat iets wat ik toevallig nu tegenkom? Hoe weet je dat dan dat je doet wat je doet, dat dat inderdaad hetgene is wat je te doen hebt? Nou, weet je, wellicht heb je wel meerdere dingen uiteindelijk in je leven te doen. Hè? Zoals je het zo mooi zegt. Ik denk dat het wel ook heel erg te maken heeft met waar voel je dus het enthousiasme bij? Waar voel je die energie bij? Waar voel je die flow bij? Die jij net ook zo noemde. En ook als ik naar mezelf kijk, ik verander ook nog continu. Ik ontwikkel me ook nog continu. En ik ben ook toen ik voor mezelf begon, in eerste instantie meer met het geven van trainingen begonnen. En eigenlijk de afgelopen 5 jaar ben ik meer met coaching bezig. En is daar ook weer teamcoaching toen bijgekomen. En ben ik me dus heel erg ook op loopbaancoaching blijven concentreren, omdat ik dat zo leuk vind. Dus het is wel ook denk ik waar je voelt van, ja, dat vind ik echt heel erg leuk om te doen. Ja. De allereerste stap is dus eigenlijk het vinden van datgene waar je heel veel energie van krijgt, wat je heel leuk vindt om te doen. Dat is de eerste stap in het hebben van intrinsieke motivatie voor de juiste baan eigenlijk. Ja, en dan zit er natuurlijk daarna ook die uitdaging in van hoe breng ik die over? Ja, want oké, stel je voor,
Ik wil graag trainer worden. Dat is niet zo hoor. Maar stel je voor, ik wil ergens gaan solliciteren als trainer. Want ik heb nu ontdekt dat ik trainen heel leuk vind. Hoe werkt dat dan wat jou betreft? Hoe ga ik dan dat vuurtje verder aanwakkeren wellicht nog en laten zien dat mijn motivatie intrinsiek is en echt is? En wellicht ook dat het kan, trouwens. Ja, ja. Voor mij zit er ook, zeg maar, een hele duidelijke voorbereidingsstap in. Weet je, want je kan dit natuurlijk helemaal voor jezelf ook gaan onderzoeken. Wat voor bureaus zijn er, zeg maar, qua trainingsbureaus bij mij? Als ik jouw voorbeeld pak, hè, bij mij in de buurt, wat voor soort functies zijn daar dan? Wat voor eventuele instapfuncties zijn daar? Dat je echt op die manier ook gaat onderzoeken wat voor werkzaamheden erbij zitten, wat voor soort bedrijven je aanspreken. Dat is echt al een stuk voorbereiding wat je kan doen voordat je op een vacature reageert. Ja. Ja, dus een goede voorbereiding en een goede analyse is belangrijk. Ja. Ben je er nog? En dan? Oh ja. Nee, ja, ik ben er nog. Kan je mij nog verstaan? Ja, ah, nu hoor ik je. Ik ben er nog. En dan? Laat ik zo zeggen. Het is natuurlijk ook, als je, je moet natuurlijk altijd je motivatiebrief bijna altijd sturen. Tenzij je de mogelijkheid hebt voor een ingang. Want als je die natuurlijk hebt, als je iemand kent bij een bedrijf of bij een bureau, kun je natuurlijk ook altijd nog extra informatie inwinnen. Ja, dus eigenlijk heb je, het mooiste zou zijn als je een bepaald iemand kent of een ingang hebt, waardoor je wat meer leert over het bedrijf waar je wil solliciteren. Ja. Dus het inside information, om maar zo te zeggen. Ja. Wellicht ook over de persoon die over die vacature gaat of in wiens team je dan komt. Ja, zijn dan de vragen die je zou moeten stellen aan zo iemand? Stel je voor dat je iemand kent. Oh leuk, daar heb ik eigenlijk niet eens over nagedacht. Het is ook voor jezelf, wat wil jij dan echt weten over dat bedrijf? Weet je wat? Ja, ik wil eigenlijk gewoon die baan, toch? Ja. Ik wil die baan. Dus dan zou je kunnen zeggen dat je een aantal criteria voor jezelf over het bedrijf of over de baan zou moeten definiëren. Wat vind ik dan belangrijk in een baan? Ja, zeker. Wat vind ik belangrijk? En je zou bijvoorbeeld kunnen vragen ook aan die ander van wat vind jij zo heel erg leuk aan jouw werk? Weet je, waardoor je ook weer jouw eigen, je eigen beeld van zo'n functie ook weer kan vergroten. Wat vind jij zo leuk aan je werk? Wat is zo leuk aan het bedrijf? En ook natuurlijk, wat is minder leuk? Dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, niks is alleen maar leuk natuurlijk. Nee. Oké. Okay. En stel je nou voor, dus stel je voor dat je een contact hebt, dan ga je informatie inwinnen. Maar stel je voor dat je dat niet hebt. Hoe ga je dan zorgen dat je, hè, want er zijn best wel veel mensen op dit moment die een baan zoeken volgens mij. Ja. Dus hoe zorg je nou dat jij opvalt? Hoe je je motivatie uiteindelijk kan laten zien? Wat adviseer jij? Weet je, natuurlijk heel belangrijk is als je op gesprek gaat, maar ook wanneer je je brief maakt en je cv maakt, ben en blijf jezelf. En laat jezelf zien. Dat kun je ook al heel goed doen met je cv. Dat kun je laten zien in een sollicitatiebrief. En kijk, degene die jou gaan ontmoeten, ook live in een sollicitatiegesprek, maar ook in je brief, die willen gewoon heel snel een inkunnenschatting kunnen maken wie jij bent. En, en dat is altijd, you never get a second chance to make a first impression. Dat is gewoon heel kort, vaak maar. Ja.
Toen ik bij L'Oréal nog werkte en jij op HR zat, kan ik me herinneren dat jullie de voorselectie eigenlijk altijd deden. Hè? Voor degene die de eerste ronde lag bij jullie eigenlijk altijd. En volgens mij ronde 2 of 3 zelfs pas bij mij. Ja. Maar dan kreeg ik een bundeltje, een advies. En dan vaak als het er veel waren en ik had weinig tijd, dan scande ik echt super snel op een paar dingen. Van oké, is het voor mij de moeite waard om hier tijd voor vrij te maken? Want een gezellig koffietje, dat kan je met iedereen doen, om maar zo te zeggen. Maar niet tijdens werktijd. Nee. Dus ja, dat ze. Hey, en je vertelt wel, en ik bedoel, ik ben er al een tijdje uit, hè, het echte sollicitatiebrief, et cetera, tenminste. Hè, gebeurt dat nog op die manier? Dus zijn het inderdaad cv's, sollicitatiebrieven? Krijg je een brief? Ik bedoel, bij House of Verbals ging het eigenlijk altijd per mail. Of ja, soms een filmpje. Vond ik ook altijd wel leuk, als je wil opvallen en jezelf wil laten zien. Dat gebeurt natuurlijk steeds meer. Dat het met een filmpje gaat en ook natuurlijk de online interviews. Maar kijk, mensen moeten nog steeds vaak wel, ook al zijn het programma's van bedrijven, een cv bijvoorbeeld uploaden. Ja. En ook met een cv kun je natuurlijk veel meer ook van jezelf laten zien. Ja. Dan het oude standaard format. Ja, absoluut, absoluut. En wat ik ook vaak nog deed, en het zeg, vooral de laatste jaren, is dat ik iemand gewoon ook even googelde. Ja. Nee, dat foto's. Ja. En dat vergeten heel veel mensen. Ja, laat je gewoon foto's doen. Heel belangrijk hoe je op Insta en Facebook en al die plekken allemaal staat. Vergeten mensen nog wel eens, maar daar wordt ook wel vaak op gekeken, ja. Ja, want dan krijg je niet het gepolijste plaatje, vind ik altijd, maar even het plaatje van de vrije tijd. En natuurlijk ben je zakelijk iemand anders, of tenminste je bent niet iemand anders, maar je hebt wel een andere rol zakelijk dan dat je privé met je vrienden of je familie hebt. Maar ja, het is wel lekker om een gevoel bij iemand te krijgen, vind ik altijd. Ja. Ja, want weet je wat, dat is natuurlijk ook, wat ik toen straks ook al zei, ook al, stel je bent op gesprek en je hebt echt ook de achtergrond voor het bedrijf, qua werkervaring en qua opleiding en dergelijke. Dus wat dat betreft kom je er allemaal helemaal zo doorheen. En ze hebben meerdere kandidaten tegelijk. En dan is het heel vaak van hoe komt iemand over in zijn motivatie, wat de doorslag geeft. Ja. Vandaar ook die motivatie zo belangrijk is. En in die zin was ik ook wel benieuwd naar jou, Nicoline. Je hebt ook natuurlijk heel wat interviews gedaan, ook voor House of Rebels. Waar let jij op om te kijken of je iemand gemotiveerd is voor de functie? Kan je dat terughalen zo? Ja, zeker wel. Sowieso keek ik wel altijd eerst van, matcht iemand even op papier met wat ik nodig heb? Dus heeft iemand opleiding en ervaring? Dus zit er een bepaald niveau wat ik verwacht voor deze functie? Is dat aanwezig zodat iemand er vrij eenvoudig in kan rollen? Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar wat ik altijd heel leuk vind, is om ergens een spark te zien. Om een stukje ondernemerschap ook te zien. Dus niet ik, maar dat is ook, het is persoonlijk, hè, denk ik. Maar waar ik op enorm op afknap is op mensen die gewoon moeten werken, maar eigenlijk geen zin hebben. Ja. Of die zeggen, ja, ik zoek een baan voor 3 dagen per week, maar het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Want weet je, ik vind dat je iets moet doen wat je leuk vindt. En dat wil ik zien. En dat blijkt uit dit soort dingen, maar dat blijkt ook uit, nou ja, online, wat je dan wel of niet doet. Wie je wel of niet kent, bijvoorbeeld, als je het over PR hebt. Ja. En hoe je meedenkt. Ik vind meedenken ook altijd heel lekker. Dat als iemand dus niet van, nou, ik ga zitten en computer en dat. Ik doe wat ik moet. Maar ik vind het juist leuk als iemand een passie heeft. En waar blijkt dat dan uit? Dat blijkt uit vuur in de ogen of een sparkle. Of ook die extra mile gaan. Dus dat betekent helemaal niet dat je elke avond moet overwerken. Maar als je een keer een grote klant binnen kan halen. Of dat er iets belangrijks is. Dat je denkt, hell yes. Ik heb hier zin in. We gaan dit doen met z'n allen. Ja. Dat soort dingen, ja. En dat betekent niet dat ik dat nooit verkeerd heb ingeschat. Want ik ben wat dat betreft een beetje goedgelovig.
En ik zou beter moeten weten dat mooie verhalen niet altijd echt waar zijn. Mm-hmm. Dus ik zou ook met die learnings, want ik heb in het verleden ook echt wel wat mensen aangenomen waarvan ik achteraf dacht, oh, dat is totaal geen match eigenlijk. Maar die kon dan blijkbaar een hele leuke façade ophouden, laten zien. En dan vervolgens bleek het beestje toch anders van natuur te zijn. Dus ik zou daar nu kritischer op zijn. En ik zou denk ik ook iemand zoals jij, die er verstand van heeft en die wat meer op wat meer opleiding heeft gehad, eigenlijk op het gebied van human resources, zou ik daarbij de laatste check willen doen. Laten doen. Om echt te kijken of het niet alleen make-believe is, maar ook echt gewoon echt is. Wat iemand laat zien. En ook mensen op recruitment en alles zijn mens. Natuurlijk. Die halen ook wel eens iemand ook binnen waarvan ze toch uiteindelijk denken, nee, hadden we misschien niet moeten doen. Weet je, dat gebeurt ook. Ja, tuurlijk. En wat dat betreft is het misschien ook wel juist waar je wat van kan leren als je graag die baan wil. Dat je dus de dingen laat zien die andere mensen... Hè, want het is eigenlijk verkopen wat je doet. Want je verkoopt jezelf in een sollicitatiegesprek. Ja. Dus op het moment dat je dat feilloos onder de knie hebt, kan je bijna elke baan krijgen, denk ik, die je wil. Omdat je jezelf en je verhaal kan verkopen. Maar dat is natuurlijk soms best wel moeilijk om te zeggen hoe goed je zelf bent en hoe fantastisch jij dit kan doen en hoe geweldig je dat in het verleden hebt gedaan. Sommige mensen zijn daar super goed in en andere mensen zijn daar minder goed in. Maar dat betekent niet dat ze daadwerkelijk minder goed zijn. Nee, en weet je, daar vind ik toch ook echt altijd wel belangrijk dat mensen gewoon dus echt hunzelf zijn. Weet je, dat je echt dus juist jezelf laat zien. Want je kan nog zo'n gelikt verhaal voor jezelf voorbereiden. Maar ja, uiteindelijk wordt niemand gelukkig ervan. Wat zeg je? Uiteindelijk wordt niemand er gelukkig van. Zowel de werkgever als de werknemer niet. Omdat dat niet een perfect match is. En wat je zegt, jezelf zijn tijdens een sollicitatie. Dat vinden sommige mensen best moeilijk. Want er is natuurlijk spanning en gevoel van beoordeeld worden. Wat natuurlijk ook ergens is. Heb je daar tips voor? Hoe iemand daarmee om kan gaan? Een hele belangrijke die ik net ook al zei. Is bereid je voor. Werk zelf. Dus denk ook na van. Wat is het waarom ik hier heel graag wil werken? Wat lijkt me zo leuk aan die functie? Wat lijkt me zo leuk aan het bedrijf? En ook dat je daarbij bedenkt, wat heeft het bedrijf eraan dat ik bij ze kon werken? Want wat ik ook wel vaker als ik met mensen voorbereid, dan zijn ze bijvoorbeeld zo enthousiast voor een baan, maar dan blijven ze maar doorratelen. En dus je kan ook wel eens te veel vertellen in je enthousiasme. En daar dan eigenlijk ook heel erg vanuit je eigen wereld zeg maar zitten vertellen. Dus een belangrijke tip, zet een punt. Ja. Vertel iets en zet een punt. En laat ook de ander je weer een vraag stellen. En denk dus ook van wat heeft de ander, wat heeft het bedrijf eraan dat ik bij ze kom werken? Wat kan ik hun nou echt brengen? Ja, dat is denk ik een hele belangrijke. Ja, want het is niet alleen... Dat leer ik coaches ook eigenlijk in de sales training die wij vanuit de Coaching Club voor Coaches doen. Het is niet dat je alleen iets komt halen. Je komt niet alleen een baan halen. Je komt ook je kennis en je kwaliteiten en je enthousiasme, je energie en je mens zijn, kom je ook brengen. Dus je komt ook zoveel brengen. Dus, en dat moet natuurlijk voor beide in balans zijn. Dat moet je laten zien ook. Zonder daar te arrogant in te worden. Dat vind ik soms ook wel. Dat mensen komen zitten in een sollicitatiegesprek en die beginnen gelijk mij 10 vragen te stellen. Dan denk ik, oh wacht even. Volgens mij kan dit net iets sensitiever. Laat ik het zo zeggen. Iets ontspannender. Ja. En wat ik op zich ook wel een hele goede vind. Als ik twee dingen eigenlijk. Als ik een sollicitatie afneem waarvan ik merk dat de zenuwen... Want jij zegt, zet een punt en bereid je voor. Nou, ik denk dat het super belangrijk is om je te realiseren. En dat je inderdaad niet alleen wat... komt halen, maar ook komt brengen.
Maar stel je nou voor dat het, want dat gebeurt wel eens, hè, dat je zo zenuwachtig bent dat je gewoon dicht slaat of er niet uitkomt of wat dan ook. Ja. Wat ik vaak heel sterk vind, en als ik de sollicitatie afneem, kan ik het eigenlijk alleen maar waarderen, is dat iemand zegt, sorry, ik ben zo zenuwachtig, ik wil dit zo graag. Dit is even ik sla even dicht of er gebeurt even dit. Sorry, maar dit is gewoon, dit is mijn enthousiasme en mijn wens en mijn droom dat ik dit kan gaan doen. Dus vandaar dat dit gebeurt. Dat vind ik super sterk. Ja. En vaak op het moment dat dat gebeurt en je zegt dat, gaat ook dan spannend. Is ja, ja. Dan hebben wij, dan ben jij, tenminste ik als interviewer ben dan ook, dat denk ik, oh, ik geef even hem of haar wat ruimte en ik probeer, want ik wil ook de echte persoon zien op het moment dat ik een interview afneem. Dus dan geef je iemand wat ruimte, maar op het moment dat je dat hebt gezegd en je hebt gezegd van, joh, de zenuwen gieren door mijn lijf, ik wil het gewoon te graag, dan is het voor jezelf ook heel fijn. En ik vind het zelf ook nog een hele belangrijke, dat als je nou een keer door zenuwen of door de stress of wat dan ook een keer iets fout zegt, dan kan je ook gewoon zeggen, sorry, fout, ik kijk hierop terug en ik zie het zo. Net zoals je, mijn naam wordt bijvoorbeeld heel vaak verkeerd gespeld. En je kan je niet voorstellen hoe vaak, zelfs bij sollicitaties. Ja. En ik ben dan vaak wel iemand die, vooral als mensen solliciteren voor marketing communicatie bij House of Rebels, PR-bureau, gaat het om communicatie. Dus dan moet je op dit soort dingen kunnen letten. Ja. Dus ik stuur dan vaak een vriendelijk, maar kort mailtje terug van, joh, bedankt, maar het is Nicolien. In plaats van Nicole. Oh ja. Soms is het gewoon ook de spellingscontrole, hè, die je doet. Dus het is niet eens vaak, maar goed, je moet dat wel even controleren en scherp op zijn. En zeker bij een eerste indruk. Die je wil maken. Dus dan stuur ik vaak een mailtje terug. En heel vaak hoor je dan niks. En dan denk ik, oh, wat een gemiste kans. Die zitten te balen, te schamen, te wat dan ook, zitten thuis. Terwijl je ook kan zeggen, met een hele leuke, ludieke kwinkslag, dat je iets bedenkt, waardoor je het weer goed maakt. En juist jezelf op de kaart zet. Dus fouten maken is niet erg. Het is pas erg als je het niet herstelt. Ja. Als je er niet van terugkomt en er niet van leert. Ja. Ja, en dan zeker als je die functie heel graag wil. Ja, alles is goed dat je dat zegt, dat, ja. Als het een functie was waar je een moedje hebt gedaan, dan zou ik denken van nou, nee. Laat gaan. Doe je energie, stop hem ook ergens anders in. Maar als je hem heel graag wil, ja, pak dan alsnog die kans. Ja, misschien wat jij... Je stelt mij, sorry hoor, het is, wij hebben de camera dat je mij niet ziet. Hè? Dus vandaar dat het soms een beetje qua onderbreking dat het een beetje lastig is. Maar wat je net vroeg van, joh, waar let jij op eigenlijk met motivatie? Hè? Stel je, schiet nu mij iets te binnen. Is, ik vind het superleuk als ik zie dat iemand echt graag wil. En dat betekent dus bij de eerste afwijzing, of de eerste geen reactie of nee, nog een keer mailen, nog een keer bellen. Zorg dat je opvalt. Zorg dat je anders bent. Laat, weet je, probeer het 5 keer. Als je echt iets graag wil. Ja. Fantastisch. De meeste sales, de verkopen, dus, en dit is ook een soort van verkopen, gebeurt pas na 10 keer. Ja. 10 contacten. Dus als je 1 keer een brief stuurt en je hoort er nooit niks op. En je zegt dan, of je denkt dan, ah, nou ja, zo is het. Ja, dan heb je ook niet echt intrinsieke motivatie, wel? Nou, dan weet je dan, misschien heb je wel, want dat weten we niet, die intrinsieke motivatie. Alleen wellicht, ja, laat je nog iets makkelijker uit het veld slaan. Dat kan ook. Weet je, want het is natuurlijk, soms krijgen mensen ook wel vaker een afwijzing. En dat kan ook helpen dat je denkt, het lukt echt niet. Weet je, dan kun je altijd natuurlijk hulp vragen, ook van een vriend of een vriendin of coach. Maar het is ook wat je zegt, als je echt iets heel graag wil, ja, zet door. En zoek een andere manier om te komen. Wat jij net ook zei met die, als je zo gespannen bent, wat ook
echt helpt is, en dat zijn gewoon even een paar hele praktische dingen, zet je voeten op de grond. Zo vaak zie je dat als mensen gespannen zijn in een gesprek, dat ze dus ook helemaal te hupsen en dat, dat hun voeten gewoon, dat ze op hun tenen staan. Zet je voeten op de grond. En ook als je bijvoorbeeld merkt dat je heel snel praat, ga ademhalen en zorg dat je ademhaling uit je keel gaat en verder naar beneden gaat. Of wanneer je merkt dat je hoog in je borst zit, ga ademhalen, ga rechtop zitten, neem even een paar happen lucht en dan voel je je ook weer rustiger om verder in gesprek te gaan. Ja, hey, ja het is heel grappig, jij kan dit niet zien, maar Fedi, mijn hondje, komt echt gewoon dwars door beeld op mijn schoot zitten. Die wil gewoon, denk ik, ook online meedoen met Facebook Live. Dus ja. Sorry dat ik een beetje even afgeleid was. Heb jij, nu je dit zo zegt, hè, voet op de grond en ademhalen, dus even naar jezelf, even sterker worden van binnen. Adviseer jij mensen ook wel eens de power pose? Ja, dan weet ik even niet wat voor jou de power pose is. Ah, ik wist niet dat er meerdere waren. Nee, maar wat je de power pose noemt, zo bedoel ik het. Oh, zo. Nou, de power pose is dat je met je armen omhoog, een soort van alsof je een finish overkomt. Ja. Ik kan dat wel straks even onder deze Facebook Live ook zetten. Maar er is een heel leuk TED-talk. Nou, fake, serieus. Wrong timing. Een hele interessante TED-talk van een dame. Ik ben even haar naam vergeten. En die heeft het ook over de power pose. En die heeft onderzoek gedaan naar het verschil in resultaat bij sollicitaties. Als je wel of niet de power pose van tevoren hebt gedaan. Oh, door de power pose blijkbaar voel je jezelf sterker. Krijg je meer zelfvertrouwen. Blijf je dus ook beter bij jezelf. Waardoor je uiteindelijk gewoon beter overkomt in een gesprek. Dus misschien, het is een beetje onhandig dat ik dat nu niet weet hoe zij heet, maar ik kan dat even delen straks onder deze Facebook Live, zodat mensen daarnaar kunnen kijken. Het duurt geloof ik een kwartiertje, die TED Talk. Super interessant. Nou, dan ga ik hem ook even bekijken. Ja, dus dan hebben we er drie. Dan hebben we voet op de grond, ademhalen en, Joan kijkt mee, zie ik. Amy Cuddy, exact, ja. Precies, Joan, dankjewel. En die heeft een hele interessante TED-talk over inderdaad, lichaamshouding. Nou, het is echt heel erg. Vee wil gewoon echt midden in beeld. Even zo, even, wacht even. Ja, dat wat eigenlijk lichaamshouding met je doet, hè. Dus dat natuurlijk als je verdrietig bent, dat je naar beneden gaat. Maar dat ook als je verdrietig bent, dat je ook juist omhoog kan gaan staan. Bij wijze van spreken en verplicht glimlacht. Waardoor je jezelf vrolijker voelt. En dat geldt ook voor die power pose. Dus als je het spannend vindt, dan is het juist goed om je lijf te veranderen. Waardoor je bepaalde weer zelfvertrouwen en rust uitstraalt. Ja. Nee, en ook echt hè, de mindset waarmee je op gesprek gaat. Weet je? Ja. Ik kreeg laatst ook terug van een, coachie. Die belde me op. Ik heb de baan en ik heb nu begrepen wat je bedoelde. Ik ging naar het gesprek en ik ging er naartoe van ik kan dit. Die baan is de baan voor mij. En ik kan dit, ik weet het helemaal zeker. Ja, en ze is dus met zo'n zelfverzekerd gevoel ook op gesprek gegaan. Ja. Dat het dus ook helemaal overkwam. Ja. Ja, nou en dat is denk ik heel belangrijk, want dat voel je ook als je een interview afneemt. Als iemand niet zeker is van degene, van hetgene wat hij zegt, dan voel je van, er klopt iets niet. Is dit dan waar of is het niet waar of is het een sterk verhaal? Weet je, wat is het? Dus het is heel belangrijk dat je inderdaad dat zelfvertrouwen hebt eigenlijk om dat aan te gaan. Ja. En zijn er een paar tips die jij mensen kan geven om dat zelf, behalve dan wellicht iemand zoals jij inschakelen om te zorgen dat je echt dat zelfvertrouwen en die goede stappen neemt op zoek naar die baan. Zijn er 1-2 dingen waardoor je dat zelfvertrouwen kan cultiveren? Is dat makkelijk? Er zijn in die zin, kijk, het tegen jezelf zeggen in de spiegel, ik kan het. Kan echt
Ja, ik kan wel een heleboel voor jezelf doen. Ja. Ik kan dit. Ja. Ik ga dit doen. Weet jij nog dat de eerste keer dat jij dat zelf deed, hoe raar dat was? Ja, dat is hartstikke raar. Ik vond je echt, toen ik dat de eerste keer moest doen, ik dacht echt, nou, ik hoop dat niemand dit meekrijgt. Wat een idioterie. Ja. Maar de grap is, als je 10 keer hebt gedaan, je gaat het geloven. Ja. Ja. Dus wat je tegen jezelf zegt, wordt jouw waarheid. Ja. Je kan ook tegen jezelf zeggen, nee, dit kan ik echt niet. Ja, als je dat zegt, kan je beter niet gaan. Ja. Ja. Gewoon, hoppakee, ik kan dit, ik wil dit. En ik doe het. Weet je, dat kan sowieso helpen. En ook, als je... ga ook eens bij jezelf na... wat jou... wat er bij jou gebeurt als je heel gemotiveerd bent voor iets. Dus bijvoorbeeld, misschien sport je heel graag. Je kan iets anders. Je houdt heel erg van dansen. Denk eens voor jezelf, wat zie je dan aan mij? Weet je, ik weet dat als ik iets heel graag doe... Nou ja, ik krijg een rode gelaatskleur. Mijn ogen gaan ook vaak stralen. Weet je, dat is ook eigenlijk wat anderen willen zien. Ja. In mijn geval. Dan weet je dat ik iets leuk vind, dat ik ergens enthousiast voor ben. En als je dat ook voor jezelf weet, wat er dan bij jou gebeurt. Ja, en dan voel je ook dat. Dan voel je het ook zelf als je in gesprek zit. Ja. Ja, want het werkt dus weer beide kanten op. Hè? Net waar we het net over hadden met die body language, om maar zo te zeggen. Als je verdrietig bent, dan ga je naar beneden. Maar je kan het ook andersom doen. Is eigenlijk ook wat jij nu zegt. Je kan het ook zorgen dat je door dat te doen, na te doen, ga je het ook echt voelen. Ja. Ja, ja, super interessant eigenlijk hoe dat werkt. Ja, nogal. Ja, best complex ook lijkt me voor jou als coach. Er zijn heel veel facetten, laat ik het zo zeggen, waar je aan moet voldoen. Wil je die baan daadwerkelijk echt scoren? Ja, en daarin blijft dus het belangrijkste beleid bij jezelf. Want je kan zulke mooie verhalen vertellen, maar als je bij een functie aan het solliciteren bent die niet, weet je, waar jij dus niet zelf die motivatie ook voor voelt, ja, dan ga je hem ook waarschijnlijk niet krijgen. Hoe lullig ook. Nee, maar aan de andere kant zeg je van, blijf bij jezelf, maar bedoel je dan degene die je echt bent van binnen? Want niet iedereen laat altijd zijn ware zelf zien of durft zijn ware zelf te zien. Ik bedoel, als je verlegen bent, betekent niet dat je geen intrinsieke motivatie hebt voor die baan, maar dat je soms gewoon te verlegen bent om te zeggen, hier ben ik, this is me. Ja. Dus dat is ook wel, ja, je moet jezelf blijven, maar ik denk ook dat het heel verstandig is om aan bepaalde dingen te werken zonder jezelf te verloochenen misschien. Ja. Dus aan dat zelfvertrouwen, als je weinig zelfvertrouwen hebt, ja, dat is iets wat in de loop der jaren zo is gegroeid door bepaalde dingen die je hebt meegemaakt en die jij voor waarheid hebt aangenomen in jeugd of wat dan ook. Mm-hmm. Dat als je dat zelfvertrouwen niet hebt of onvoldoende, is het best lastig om te solliciteren. Terwijl je misschien wel echt intrinsiek... Wat gebeurt er? Er viel hier allemaal sneeuw naar beneden van het dak. Ah, oh, nou, zolang het maar niet van daar binnen valt. Nee, er is ook iets van. Ja, dat snap ik. Nee, helemaal niet. Dat hoort erbij in deze winterse dagen. Maar sommige dingen... Ik kan me voorstellen dat je daar wel aan moet werken... En dat dat niks afdoet aan je echte zelf, om maar zo te zeggen. Ja. Toch? Ja. En daar kom jij eigenlijk ook van toepassing. Of ben jij van toepassing? Want jij kan mensen dat inzicht geven, daar tools voor geven... om met zelfvertrouwen en durven aan de slag te gaan. Los van misschien hoe de perfecte cv eruit zou kunnen zien. Ja. Nou ja, en het kan ook heel, weet je, heel fijn zijn om een keer... je motivatie voor een functie met iemand te bespreken. En waardoor je dus meer zelfvertrouwen krijgt van... oh ja, nou, dit komt goed over, dus ik kan het ook gewoon zo gaan vertellen. Ja, want
ik weet niet, het is misschien een beetje eigen om te vertellen, maar als ik vroeger een presentatie moest doen, en ik heb er inmiddels duizenden gegeven, dus voor mij maakt het nu niet meer zoveel uit, maar ik kan me nog herinneren dat ik, als het belangrijk was, dat ik dan voor de spiegel ging staan en het ging doen. En als ik dan vond dat het goed genoeg was, dat ik dat aan mijn vader of mijn moeder dan liet zien, of aan mijn man, van joh, luister, komt dit sterk genoeg over? Is dit het verhaal wat ik echt wil vertellen? Dus dat is heel logisch dat je die feedback vraagt. En ik denk ook heel waardevol om te doen. En ook bij een sollicitatie, bij je motivatie. Ja. Ja. Nou ja, ja. Ik bereid ook gewoon regelmatig, dus in mijn coachtrajecten, gesprekken met iemand voor. Ja, en dan is het echt gewoon, zitten mensen te oefenen van hoe zeg ik het? En wat je zegt, van je kan het bij een coach doen, je kan het zelf voor de spiegel doen, je kan het met familie doen. Maar ja, oefen. Het kan echt goed helpen. Ja, en als je dan gaat oefenen, dan zou je er ook voor hebben. Wat ik dan altijd deed, is dan oefen je, om maar zo te zeggen, bij mensen waar je fouten mag maken. Ja. Of, en als dat voor een baan geldt, dan ga je eerst ergens solliciteren als je het spannend vindt, waar het je niet heel veel uitmaakt als je die baan niet krijgt. En dan bewaar je degene die je echt wil hebben voor het laatst, want dan heb je geoefend. Dus oefen en doe dat bij degene waar je fouten mag maken, want dan kan je alleen maar leren. Ja. En solliciteren is ook niet voor de meeste mensen iets wat je natuurlijk elke dag weer doet. Het is niet tandenpoetsen. Dus het is, ja, ik kan me voorstellen dat het was voorbereiding, wat oefening en ook wat persoonlijke belemmeringen overkomen soms met zich meebrengt. Ja, ja, mooi. Tof dat je dat... En zet door, zeg je. Ja, het is ook echt, laat je het veld slaan door een... want ja, je gaat... Bijna iedereen krijgt ook hier wel afwijzing in. Zeker, zeker. En dat je ook een grote baan krijgt. Nee. Nee. Nee, en een nee is ook vaak niet persoonlijk. Het is niet, weet je, mensen krijgen heel veel sollicitaties. Dat gaat een trechter in. En op een gegeven moment moet iemand kiezen op een bepaald moment voor een bepaald vak, in een bepaalde situatie, in een bepaalde tijdsgeest. En die kiest dan voor jou of voor een ander. Maar dat heeft niks met jouw kernwaarde en kernkwaliteiten te maken. Nee. Dus dat is wel ook wel lastig in dat hele sollicitatieproces. Want daar krijgen sommige mensen wel een knauw van. Ja, yes, natuurlijk. Ja, ja, ja. Hey, als ik het mag samenvatten. En vul me gerust aan als ik iets mis. Zeg je eigenlijk, intrinsieke motivatie begint eigenlijk bij het weten wie je echt bent. En wat je echt leuk vindt. Dus waar krijg je energie van? En wat is de spark? Waar gaan je ogen van glanzen, zeg je eigenlijk. Ja. Dus dan heb je, dat is moment 1. Dan, of die eerste stap. Vervolgens ga je goed onderzoek doen waar je datgene kan vinden. Bij welk bureau, bij welke werkgever, of op wat voor manier dan ook. Waar je datgene kan vinden, waar je dus blij van wordt. Waar jij echt motivatie voor hebt. Nou, dan vervolgens zou je kunnen zeggen, ken ik daar iemand of ken ik iemand via? Kan ik even bellen om wat extra informatie te krijgen over de baan, over de werkgever, de goede en de slechte dingen. Dus kijk dan ook zelf van wat jij belangrijk vindt eigenlijk in een baan en bij een werkgever. Hè? Want de ene werkgever is de ander niet, de ene baan is de ander niet. Ook al hebben ze misschien dezelfde titel. Dat verschilt best wel heel vaak. Nou, en als je dan weet van, joh, luister, dit is wat ik wil. Dit is het bedrijf. Ik heb alle informatie ingezameld die ik kan krijgen. Dan is het zaak om op te vallen, om te zorgen dat je op gesprek mag. Ja. Nou, je zegt ook, geef niet op. Weet je, wij hadden het er ook over gehad dat solliciteren ook een soort van sales is. En de meeste sales gebeuren pas na 10 keer contact. Dus 1 keer iets doen, laat je niet uit het veld slaan. Zet door, zei je. En dan op het moment dat je op gesprek gaat, waren er best een aantal tips die je zei van zet een punt. Blijf jezelf, dat is eigenlijk het belangrijkste. Blijf jezelf, zet een punt, dus ratel niet uit enthousiasme door. Zorg dat je met de juiste mindset naar binnen gaat, dus met zelfvertrouwen, met het gevoel dat jij dit kan en dat deze baan voor jou is.
Fouten maken is niet erg, hebben we gezegd, als je er maar op terugkomt. Als je zenuwachtig bent, zeg het gewoon, benoem het. Dan zou je zien dat de last van je schouders afvalt en de spanning uit de kamer verdwijnt. Ja. Haal adem. Mis ik nog? Haal adem, ja, dat is voor mij een goed punt. Zet een punt, voet op de grond. En eventueel die power pose van ja. Amy Curry. Dankjewel, Jones, nogmaals. Ga die kijken, want die is echt super boeiend. En neem een nee niet persoonlijk. Zet door. Ja. En schakel hulp in als je echt een baan hebt voor ogen. Dat je denkt, nou, this is it. Hier wil ik gewoon geen fuck-ups. Ik wil dit gewoon halen, redden. Die baan is voor mij. Schakel dan hulp in als je denkt dat je het nodig hebt. En dat kan je namelijk zoveel brengen. En het zou zonde zijn, ik denk dat je jezelf voor je kop zou slaan als je dan toch voor die baan gaat en het zelf doet. En dan dat ene moment hebt op dat sollicitatiegesprek en je maakt toch best wel wat fouten die je niet had hoeven maken. Of je gaat er met een verkeerde mindset naar binnen, waardoor je niet met zelfvertrouwen kundig over kan komen. Ik denk dat ik, mis ik nog wat of niet, Yvonne? Nee, ik ben het helemaal met je eens. Nou, tof, tof. Hey, en stel je voor dat iemand nu zit te kijken en die zegt, ja, maar ik heb nu die baan op het oog. Ja. Hier gaat mijn hart sneller van kloppen. Ik word er zo enthousiast van, maar ik weet dat ik een aantal dingen nog te leren heb in dit proces. Wat adviseer jij dan? Ga het dus oefenen. En je kunt via de coachingclub of ook via mij direct. Ik kijk heel graag ook gewoon een gesprek met je mee. Want je hoeft niet altijd een heel coachtraject te doen. Je kan ook gewoon met één sessie daar al flinke stappen in maken. Maar ga het gewoon oefenen en doe dat dus op de manier hoe het voor jou het beste werkt. Of dat nou met een bekende is of juist met een coach. Maar doe het. Om die baan weer een stap dichterbij te brengen. Ben je er nog? De computer van Nicolien valt uit. Dit is ook de leuke dingen van techniek. Ik krijg dus help, mijn computer valt uit. Sluit jij af? Nou, dat ga ik dus bij deze doen. Dank jullie wel voor het kijken. En nogmaals, heb je vragen? Kan ik je ergens bij helpen? Neem contact op via de Coaching Club of via mijn eigen site, expertise.nl. En dan gaan we graag met je in gesprek over je motivatie. Dankjewel. Dag!